De coronamaatregelen domineerden het afgelopen jaar ook de discriminatiecijfers. Kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mondkapjesplicht. Iemand die een mondkapje niet kan dragen vanwege een beperking. Winkelwagentjesplicht. Maar ook vaccinatiebewijzen en de vaccinatiestrategie van de overheid. En verder in het nieuws vandaag. Handen tekort door Oekraïense kinderen. En wielrenners blij dat er weer gekoerst kan worden. Goedenavond. Corona had zijn weerslag op veel zaken de afgelopen tijd. En ook op de meldingen bij het Antidiscriminatiebureau Zeeland. Een derde van alle 151 meldingen had te maken met corona. Ik heb melding gedaan omdat ik een mondkapje op moest in het ziekenhuis. En ik heb daar een vrijstelling voor, omdat ik autisme heb. En ik word heel erg angstig als ik een mondkapje op heb. En dan ben ik alsmaar naar adem aan het snakken en dan moet het weer naar beneden. En dan bijna gewoon een paniekaanval. Jasmijn wordt bij binnenkomst van het ziekenhuis aangesproken dat ze een mondkapje op moet. Ze probeert uit te leggen dat ze een uitzondering is en wil ook de pasjes laten zien waar het op staat. Maar zover komt het niet. De mevrouw wilde niet naar me luisteren en ze kwam nogal intimiderend dicht bij me staan. En toen ben ik opzij gestapt en dan ben ik ongeveer naar de afspraak gerend met mijn zoon. Ik kwam thuis en ik stond nog te trillen op mijn been. Ik was eigenlijk echt heel erg boos. Ik voelde me echt benadeeld, behandeld als een crimineel. Jasmijn is lang niet de enige die melding deed van discriminatie door de coronamaatregelen. Ook in 2021 speelde corona echt wel een aanzienlijke rol. Ongeveer een derde van alle meldingen gingen direct of indirect over corona. Denk bijvoorbeeld aan de mondkapjesplicht, winkelwagentjesplicht, maar ook vaccinatiebewijzen en de vaccinatiestrategie van de overheid. Mensen die op leeftijd gecategoriseerd werden voor bepaalde vaccins en het daar niet mee eens waren. Niet alle meldingen die het Antidiscriminatiebureau binnenkrijgt leiden tot juridische procedures. Bij veel coronameldingen kan dat ook niet. In Nederland kennen we zo ongeveer 12 wettelijke gronden waartegen je beschermd bent. Denk bijvoorbeeld aan afkomst, leeftijd, geslacht of politieke voorkeur. Maar word je bijvoorbeeld gediscrimineerd omdat je tatoeages hebt, of omdat je rood haar hebt, of omdat je een accent hebt? Dat zijn gronden die door de wetten niet worden beschermd, omdat de wetgever daarin niet heeft voorzien. Meldingen met betrekking tot corona gaat over overheidshandelen. En daarin heeft de wetgever ook niet voorzien. Maar het wil ook zeker niet zeggen dat we helemaal niks kunnen doen als er geen juridische grond is. En dat blijkt wel in de zaak van Jasmijn. Het Antidiscriminatiebureau Zeeland schrijft het ziekenhuis aan en er volgen excuses. Daar is Jasmijn blij mee. Maar nog veel blijer is ze dat bijna alle coronamaatregelen nu verleden tijd zijn. Vrijheid, echt eindelijk. Ik moet er nog aan wennen, want iedere keer als ik een winkel binnenstap, dan kijk ik al om me heen van komt er niemand naar me toe? Ja, eigenlijk al gespannen loop ik al de winkel binnen. Maar het is toch fijn dat ik er eigenlijk niet meer over na hoef te denken nu. Door de hoge energieprijzen dreigen Zeeuwse glastuinbouwers om te vallen. De productiekosten stijgen, maar op de afzetmarkt stijgen de prijzen niet mee. Voor zeker 1 op de 5 bedrijven is dat een probleem. De glastuinbouwers willen dat de overheid hen compenseert door de accijns op gas te verlagen. Bedrijven die langlopende energiecontracten hebben ontspringen voorlopig de dans. Er wordt voorlopig nog niet meer duidelijk over de haalbaarheid van een Zeeuwse schaatsbaan. Dat laat initiatiefnemer Adriaan Provoost weten. Volgens hem is het onderzoek naar onder meer zonne- en windenergie voor de koeling van de baan niet gebaat bij extra aandacht. Maar wordt er wel degelijk hard aan gewerkt. Provoost is al 4 jaar bezig met de ontwikkeling van een nieuwe schaatshal die hij het liefst in Goes zou zien. My name is Nicole. And where do you come from? In Ukraine. Do you like the classes here? Very like. Zo'n 1200 Oekraïense kinderen moeten straks in Zeeland naar school kunnen gaan. Maar het onderwijs kampt al met een flink personeelstekort. Daarom doen de Zeeuwse basisscholen een oproep. Iemand die wil koken met die kinderen. Iemand die zegt van, ik ga tekenlessen verzorgen. Een ander die zegt, ik geef altijd de voetballes. Laat mij maar ze lekker met ze sporten. Het kan van alles betekenen. Dus mensen die nog een onderwijsdiploma hebben liggen of die gepensioneerd zijn. Maar ook anderen die maar affiniteit hebben met kinderen. Help ons.
Het aantal Oekraïense leerlingen is al hard aan het stijgen, zoals op de tweemaster in Goes. Op dit moment hebben we 7 Oekraïense leerlingen in de taalklas. We merken wel dat ze het gewoon fijn vinden om naar school te komen. Gewoon weer even een vaste regelmaat. Maar we merken ook wel dat ze het fijn vinden dat ze niet de enige Oekraïense leerling zijn. En dat ze een beetje steun hebben aan elkaar. Tot nu toe zijn er inmiddels al 12.000 Oekraïners in Nederland aangemeld voor opvang, waaronder dus ook veel kinderen. Er wordt overal nog hard gezocht naar geschikte opvanglocaties. Zwaar gehandicapte kinderen die intensieve zorg nodig hebben kunnen sinds kort terecht bij een nieuwe woongroep in Klingen. In die nieuwe woongroep van zorginstantie Tragel is plek voor 3 kinderen en dat is belangrijk in onze provincie. In Zeeland was er niks te vinden residentieel voor deze kinderen. Als je kijkt naar de wachtlijst van enkele jaren geleden was de vraag enorm groot. Stond er bijvoorbeeld, ik denk zelfs 12 kindjes op de wachtlijst. Nu, die hebben inmiddels hebben heel veel kinderen buiten Zeeland een plekje moeten zoeken. Ja, nu nog 10. En dat is pittig voor ouders die lang moeten reizen als ze op bezoek willen bij hun kinderen. Kinderen zoals Roy, met een intensieve zorgvraag. En dus zijn er hier dag en nacht begeleiders aanwezig. Cliënten hebben een ernstige verstandelijke beperking. Met bijkomende problematieken, ADHD, autisme, prikkelverwerkingsproblemen. Op sociaal vlak of emotioneel vlak functioneren ze vaak als een kindje tussen 6 en 18 maand. Dus een peuter die op de grond gaat liggen of die iets niet begrijpt. Het is voor hun een vaste omgeving die ze hebben. Het zijn vaste mensen die hun begeleiden. En ik denk dat dat voor hen wel heel belangrijk is. Structuur en regelmaat is hier dan ook heilig. In de eerste dagen is het voor elk kind natuurlijk even wennen. Maar Roy lijkt het inmiddels aardig naar zijn zin te hebben. We hebben zo vaste ochtendrituelen, vaste middagrituelen en vaste avondrituelen. Dus per dagdeel wordt het aan opgehangen en verduidelijkt. Structuurrituelen, iedereen doet hetzelfde. Ik moet mij als kind niet aanpassen aan 12 verschillende begeleiders. Maar mijn schema is de veiligheid eigenlijk. En als kinderen zich veilig en geborgen voelen, kunnen ze weer verder ontwikkelen. Momenteel verblijven hier 3 kinderen, maar dat kunnen er in de toekomst nog meer worden. Men kan hier namelijk uitbreiden naar in totaal 6 verblijfplaatsen. Nee. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Zeeland is de afgelopen week gedaald naar ruim 6.000. En dat is een derde minder dan vorige week. Goes is nu de gemeente met verhoudingsgewijs de meeste nieuwe besmettingen. In de Zeeuwse ziekenhuizen blijft de druk aanhoudend hoog, omdat naast de grote aantallen coronapatiënten ook het ziekteverzuim onder het personeel nog altijd hoog is. Het is de Champions League onder de kookwedstrijden, de Bocuse d'Or. Chefkok Kees Visser uit Zierikzee komt deze week uit voor Nederland in de Europese finale in Boedapest. Het is een groot evenement. Ja, supermooi, ja, natuurlijk. Het is heel mooi om mee te gaan maken, ja, absoluut. Ja, heel veel drukte, heel veel media, heel veel publiek. Tribunes vol met publiek uit alle landen die meedoen. Visser traint nu bijna dagelijks in Rotterdam samen met zijn 2 commies, zeg maar zijn assistenten. Jeffrey Buil uit Zierikzee en Jorn Maljaars uit Domburg. Veel trainen, voorbereiden. Maandag, dinsdag, woensdag meestal van 's morgens 7:30 tot 's avonds 8:30. Donderdag, vrijdag, zaterdag iets minder. Zondag een dagje thuis en dan moeten we er klaar voor zijn. De Europese finale wordt donderdag gehouden. De beste 10 landen mogen naar de wereldfinale die volgend jaar wordt gehouden in Lyon. De sport leeft weer helemaal op nu er afscheid is genomen van alle coronamaatregelen. Er wordt weer volop gerend, gezwommen en gevoetbald. En weer als van ouds met publiek langs de kant. Het geldt ook voor het Zeeuwse wielerseizoen, dat dit weekend traditioneel afgetrapt werd met de ronde van Oud-Vossemeer. In heel de historie is het slechts 2 keer voorgekomen dat de ronde niet is georganiseerd. Dat was tijdens de watersnoodramp in 1953 en nu 2 jaar terug met de coronapandemie.
Vorig jaar werd de ronde van Oud-Vossemeer wel verreden. Een half jaar geleden nog maar, in september. Maar dat is niet zoals het hoort. Het is een beetje traditioneel dat Oud-Vossemeer, we hebben de enige wedstrijd op het eiland Tholen, dat hij het Zeeuwse wielerseizoen aftrapt. Ja, en die traditie die willen we graag in ere behouden. Kom je hier zelf ook uit de buurt vandaan? Ik woon hier in het dorp, ja. Maakt dat het ook nog extra bijzonder dat dit in jouw eigen dorp gebeurt? Ja, tuurlijk. Je ziet heel veel in de regio toch comité's die het moeilijk hebben. Hier is het voorlopig allemaal nog goed te doen en goed georganiseerd. Dus dat maakt het steeds bijzonderder. Ja, los van de weersomstandigheden die nu natuurlijk fantastisch zijn, ben je dan ook altijd bijna verzekerd van een goed deelnemersveld. En uiteindelijk is het dat waar we het voor doen, om het opleiden van wielertalenten, om die in de criteriums gewoon het kneepje van de wielersport bij te brengen. Aan de start bij de elitebeloften inderdaad veel jonge renners, maar ook een paar oude rotten, zoals Hans Dekkers. De oud-prof uit IJzendijken is vooral voor zijn jonge collega's in het peloton blij dat er na corona weer volop gekoerst kan worden. Je hebt tenminste weer een doel om naartoe te werken. En daar, ja, ik vind het voornamelijk voor de jonge renners vind ik het een groter probleem, zeg maar, voor de talenten. Daar vind ik het veel erger voor dan iemand zoals mij, zeg maar. Dus extra mooi dat het nu allemaal weer gewoon op de normale manier lijkt te kunnen gaan. Ja, dat is gewoon gelukkig wel. Oud-Vossemeer, als je ergens Oud-Vossemeer noemt, dan zeggen ze altijd selectief rondje, zwaar parcours. Begin van het jaar, daar willen we bij zijn. Het zal uiteindelijk een veelbewogen 73ste editie van de Ronde van Oud-Vossemeer worden. Na een valpartij moeten drie renners ter controle naar het ziekenhuis. De koers wordt lang geneutraliseerd tot de ambulances van het parcours geleid zijn. Even na zessen wordt er dan toch gefinished, met in een spannende finale zelfs een Zeeuwse hoofdrolspeler. Rico van Damme uit Ierseke is in de sprint de snelste en wint de Ronde van Oud-Vossemeer. De valpartijen dagen later spreekt de organisatie van de Ronde van Oud-Vossemeer van een geslaagde wedstrijd. Het wensenlijstje voor volgend jaar ligt al klaar. Ja, het weer. Je kunt eigenlijk alles regelen behalve het weer. Maar ja, als ik dat voor de komende jaren mag bestellen, zon en wind, ja, dan teken ik ervoor. En bij mij aangeschoven Tom Druppers van onze sportredactie. Tom, het seizoen is nu dus echt begonnen. Wat voor moois kunnen we allemaal verwachten? Nou, allereerst komend weekend de Wim Hendricks Trofee. Dat is een tweedaagse kasseienklassieker in Zeeuws-Vlaanderen. Die werd 2 jaar niet gereden. Dat had natuurlijk te maken met corona. Die is dus weer terug en komend weekend dus 2 volle dagen wielrennen. Wat wel een gemis is op de wielerkalender in Zeeland is de Tax Pro Classic. Dat is ook wel de ronde van Midden-Zeeland genoemd. Die ontbreekt sinds 2020 en die is dit jaar helaas niet teruggekeerd. Wat natuurlijk wel mooi is, is de ZLM Tour. Dat is een tour die door meerdere plaatsen in Nederland gaat en die komt ook in Zeeland. Finishplaatsen Goes en Capelle. En ietsje later in het jaar de Vesting Cross in Hulst. Dat is voor de veldritliefhebbers is dat altijd mooi. Ja, nou, genoeg om naar uit te kijken in ieder geval. Toch nog even tot slot. Is het allemaal goed gekomen met al die renners die zijn gevallen daar in Oud-Vossemeer? Ja, dat vroegen meer mensen zich af natuurlijk. Ik heb vanmiddag met de organisatie gebeld en het is goed gekomen. 2 renners, die hoefden alleen voor controle en dat was allemaal goed. 1 renner was er ietsje minder goed aan toe, die had een sleutelbeenbreuk. Maar als je zag hoe heftig die val was, dan valt het uiteindelijk toch wel mee, denk ik. Gelukkig. Tom, dankjewel. Het was een koud begin met op veel plaatsen vorst aan de grond. En er was ook wat slootmist, watermist. Maar de zon maakte dat goed en het werd 15 tot 18 graden. En eigenlijk blijft het tot en met vrijdag stralend voorjaarsweer, met na morgen wel een lichte daling in de temperatuur. En daarmee ben je weer helemaal op de hoogte van het belangrijkste nieuws van vandaag. Meer op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond.